Yes, people, Dying Light. En wat wij gaan doen, jongens, is zo vet. Wij gaan de laatste paar, hoe heet het doen? Collectibles halen. Ik heb 37. Wat ga je allemaal doen? Nou, ik ga het nu uitleggen. Ik heb 37 van de 67 collectibles. We moeten ze allemaal verzamelen. Ik heb op het moment een guide naast me, zodat ik precies de locaties weet. Zodat ik eigenlijk kan rennen naar precies de goede collectibles. Zoals jullie zien heb ik briefje 1 wel. Heb ik briefje 2 niet, 3 niet, 4 niet, 5 wel. Dus naar 1 en naar 5 hoef ik al niet te zoeken. We gaan dus meteen op zoek naar briefje 2. En dan heb ik gelukkig, godzijdank, een mooie guide naast me. Die ik echt nodig heb, want anders ga ik deze collectibles natuurlijk nooit vinden. En gaan we een beetje op de map koekeloeren waar we nou precies heen moeten. De eerste locatie weet ik nu van het briefje. Goed kijken. Dat moet hier ergens zijn. Even goed kijken. Hier op de map is dat volgens mij. Ja. Oké. Okay. Hier moet briefje 2 zijn. Nou, dan gaan we op die plek op zoek naar briefje 2. En ik moet ook op zoek naar briefje 4. En naar briefje 3. Dus 2, 3, 4 gaan we eerst doen. 1 en 5 heb ik al. En zo gaan we dus zeg maar alle collectibles in de hele game af. Om volgens de It's All in the Writing zilveren trophy te halen. En dat is de laatste trofee die ik nodig heb. Die zal oppoppen. En dan heb ik platinum. Dan heb ik Dying Light platinum. Dus op het moment dat we echt bijna alle collectibles hebben, zal ik mijn eigen opname ook aanzetten. Los van de stream zal ik dat ook even recorden. Zodat ik in ieder geval opneem hoe die trofeeën oppoppen. Zodat ik dat kan verwerken in mijn platinum video. Dus voor de mensen die er nu al zijn, welkom allemaal. Het is duidelijk, ik heb het gisteren al aangekondigd. We gaan de trophies halen van de collectibles. Of tenminste, de laatste trophy van alle collectibles. En ik zit al over de helft, dus dit zal niet lang gaan duren. Ik ga misschien nu een uurtje streamen, anderhalf uur streamen. En stel het lukt niet, in dit anderhalf uur, zeg maar, in deze sessie, dan gaan we sowieso vanavond weer verder. Het is lekker vakantie, we hebben alle tijd, het is lekker zaterdag. En daar is hij, briefie 1 van deze sessie, briefie 1 van deze livestream. Het volgende briefie, die zal, kijk, zoals jullie nu zien, als ik op vierkantje druk. Hallo, moet wel meewerken natuurlijk. Inventaris, vierkantje. Nou heb ik briefje 3. Oké, waar is briefje 2 dan? Dan moeten we nu naar briefje 2. Even kijken. Briefje 2 is helemaal in het noorden. Maar hij heeft op zich, heeft deze guide misschien best wel logic. En liggen degene, ja, zie je, degene die het dichtst bij elkaar liggen, die doet hij achter elkaar. Dus dat is op zich best wel logisch. Dat gaan wij natuurlijk ook doen. Even goed koekeloeren. Hier moet er blijkbaar nog één ergens zijn. En dat is dan briefje 15. Maar misschien heb ik briefje 15 al, moeten we even goed kijken. Heb ik briefje 15 al? Nee, briefje 15 heb ik nog niet. Dus die moet hier ergens liggen. Hier is in ieder geval een stambeeld. Dat ik die nog niet eens had opgepakt, jongens. Wow, ik kan gewoon een schep oppakken van deze guy. Wow, wat is deze man aan het doen? Deze man is echt een beetje crazy met zijn lijpe hoofdjes aan een touw. Even goed rondkijken. Is hier ergens een briefje? Nou, gaan we even kijken. In de tussentijd hebben jullie trouwens alle tijd om gewoon vragen te stellen in de chat. En ook eventjes te delen natuurlijk. Kijk, ik sla er nog een hoekje over waar ik waarschijnlijk ook nog nooit ben geweest. Dit wist ik niet eens. Kijk, dit is dus iets waar je als speler van Dying Light best vaak komt. Gewoon een overleverskamp. Maar hier is gewoon een deur. Dat wist ik niet eens. Check dit, jongen. Fucking gestoord. En hier is ook het briefje. Hier is briefje 15.
Hallo Yeshi Gaming, welkom in de stream, jongen. Als het goed is, heb ik de beste audio tot nu toe in de stream. Want mijn microfoon werkt opeens. Dus ik zit nu gewoon met mijn opnamemicrofoon, popfilter ervoor, zit ik gewoon te livestreamen vanaf PlayStation. Wat natuurlijk super fijn is en best wel goede quality is. Daar ben ik pittig blij mee. Probeer zoveel mogelijk mensen te verzamelen, iedereen in de stream. Probeer het te delen op social media, et cetera. Wij gaan verder met de volgende. Noot 18. Daarvoor moeten we naar de inventaris kijken of ik noot 18 al heb. Noot 18 heb ik nog niet. Dus we gaan de locatie checken van die noot. En die moet hier ergens zijn. Briefje 18 moet op deze plek zijn. Oké, ben benieuwd. En spannend is het, hè, jongens. Want we zitten nu, als je kijkt in totaal bij de inventaris, dan zitten we nu op 39 items van de 67. We zitten ver over het midden. En de Platinum Trophy komt steeds dichterbij. Dat zal een Platinum 34 zijn. Dat is echt insane. Is hier ergens een briefje te zien? Wow, 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 vet dit. Yo, Yeshi Gaming, je hoeft je echt niet druk te maken om het feit dat je geen video's kan delen als je jaag bent, hoor. Dat boeit toch niet, joh. Ik deel ze zelf sowieso ook al. Alles wat jij doet is alleen maar extra hulp en aardig, maar... Je hoeft je er echt niet druk om te maken, man. Oké, hoe kom ik hier ook weer? Kijk, daar ligt hij, hoor. Daar ligt het briefje. Ik heb hem. Ik moet het, je moet de brug op. En vanaf de brug zou ik die sprong kunnen wagen. Welkom alle 5 kijkers die er nu al zijn. Toppie dat jullie intunen. Welkom allemaal. Het idee hierachter is dat ik alle collectibles uit de game verzamel. Ik zit al ver over de helft. En dit is de laatste trophy die ik nodig heb voor Platinum. Dying Light zal Platinum nummer 34 worden, wat echt een hoog getal is. Ik verbaas mezelf er ook over. Voor een Nederlander is dat echt veel Platinum Trophies. En er zijn sowieso geen Nederlandse YouTubers die Platinum Trophies behandelen op YouTube. Dus dat is een beetje mijn dingetje geworden. Vind ik best wel dope om te doen. De volgende is notitie 19. Laten we even kijken of die er is. Of ik die al heb. Notitie 19. 19 heb ik al. Dan gaan we naar de volgende. Notitie 21. 21 heb ik ook al. Dan gaan we naar de volgende. Notitie 13. Even kijken of ik notitie 13 heb. Notitie 13 heb ik nog niet. Dus dan gaan we kijken naar die locatie. Oké. Op de kaart. En die is hierbij. Even goed kijken. Vlak bij de paddenstoel. Hieronder moet het zijn. Oké, dan gaan we daar nu heen. Oké, gaan we daar nu zoeken. Wow, er komt een best wel boze zombie aan. Wow, holy shit, ik had opeens onmenselijke krachten gewoon. Vet dat je de laatste tijd weer livestreamt. Ja, ja, vakantie, hè. Vakantie doet wonderen, jongens. Als een jongen toch eens tijd hebt voor de passie wie die heeft, dan wordt het allemaal zoveel leuker in het leven. Maar dat is echt zo. Fucking kutschool altijd. Kutstages. Het verneukt alleen maar al je tijd. Je hebt nergens meer tijd voor. Het is echt zuur. Oeh, dit is wel fucked up. Ik kan hem niet meer repareren. En waarschijnlijk is dit de beste kwaliteit die ik tot nu toe heb gehad bij een stream ooit. Naast dat de beeldkwaliteit gewoon puur HD is, is het ook nog eens goede audio kwaliteit. Dus is dat bijna zeker weten een YouTube upload alsnog achteraf. Dus deze stream zal vast en zeker ook op YouTube komen. Oh, ik zie dat hier een collectible is, maar hoe de fuck kom ik hier binnen? Straks kan ik niet meer naar binnen. Oh, misschien is hij hier. Ja, hier is het briefje. Maar toch zag ik daar binnen ook wat.
Hier is ook wat. Of is dit hier buiten? Wow, twee briefjes. Wow, wow, wow. We hebben hier twee briefjes opgepakt. En ik keek niet eens naar de guide. Ik dacht, oh, even kijken hoor. Prima hier. Oké, maar welke heb ik nu dus opgepakt? Het maakt ook niet uit voor de rest. We kunnen natuurlijk gewoon checken welke we hebben. Briefje 13, 14, 15, 18 en 13 zijn nieuw. Of 3, sorry. En hier is er niks meer nieuw van. Oké, gaan we naar de volgende kijken. Dus net briefje 13 heb gedaan. Even kijken hoor. Briefje 21, even kijken. Briefje 18 heb ik. Briefje 18 heb ik. Fucking briefje. Weet je hoe vaak ik briefjes zal zeggen deze stream? Dat is niet normaal. Thanks voor het delen, Yeshi Gaming. 18 heb ik. 19 heb ik. Dan gaan we nu naar 21. Kijken of ik die al heb. Die heb ik. Dan gaan we naar 13. 13 heb ik. Dan gaan we naar 14 heb ik. 20 heb ik die. Briefje 20 heb ik nog niet. Dat is de eerstvolgende waar we heen gaan. Die is vlakbij waar ik nu ben als het goed is. Nee, die beta-codes van de crew deden het niet. Maar ik heb ook vrij weinig aan een beta als ik een trophy hunter ben. Hè. Dan kan ik alleen een beetje rondrijden daar. Een beetje tijd verneuken. Dat is best zonde op zich. Maar heel lief dat je die beta-codes hebt gegeven. Maar ten eerste werkte ze niet. Zeg maar, hij was verlopen, zei hij. Dus ik kreeg die warning van, yo, deze codes zijn niet meer geldig. En daarnaast, stel het werkte wel, dan had ik zeg maar één video kunnen opnemen. Maar de game is nu al niet nieuw meer. En ja, ik weet niet echt wat ik dan had moeten doen of zo. Het is altijd zo zonde met een beta, hè. Kan je alleen een beetje spelen. Even kijken. Is hier in het briefje? Ja hoor. Het briefje zit gewoon in een doos. En hier is nog een blauwdruk ook. Blauwdrukken die ik gewoon altijd heb overgeslagen blijkbaar. Peukies erbij. Zo. Alright. We hebben dus nu briefje 20 opgepakt als het goed is. En dan gaan we nu verder met briefje 16. Dan gaan we eerst kijken of we briefje 16 hebben. Briefje 16 hebben we al, dus die hoeven we niet te zoeken. 17 hebben we ook al. 26. Kijken of ik die heb. Briefje 26. 26 heb ik nog niet. Briefje 26 blijkt hier te zijn op de kaart. Even goed kijken. Bij dit gedeelte. Hier moet die zijn. Oké, dan gaan we daarheen. Toppie, moet je nog veel trofeeën? En waar blijven de andere mensen? Weet ik niet. Ik weet niet waar de andere mensen blijven. Dat komt 9 van de 10 keer vanzelf. Of Twitch is laat met het versturen van een mail. Of mensen hebben nu geen tijd en zijn er vanavond. Dat ze er met meer vanavond zijn. En toen de stream begon had ik zeg maar verteld dat ik nog maar één trofee moet. Dat is alleen de collectibles. Dus dit is de laatste trofee. Ik moet alle collectibles verzamelen en dan heb ik platinum. Platinum 34. Oké, even kijken hoor. Hier zie ik inderdaad een briefje. Hier in een locker. Ja, wow. Inderdaad, briefje 26. Ik ben hier al best vaak geweest, hè. En nog mis ik die gewoon. Uiteindelijk heb ik die dus gemist. Jeetje, had ik niet verwacht eigenlijk. Maar goed, dit briefje hebben we opgepakt. Briefje 26. Gaan we nu naar 24. Is op de kaart. Even kijken.
Even goed zoeken. Hier. Zo ja. En dan moet die hier zijn. Oké, gaan we daarheen. Ik vind het altijd leuk om collectibles te halen. Ik bedoel, heel veel mensen doen dit niet. Alleen mensen die echt platinum willen, die zoeken al die briefjes. Maar wat ik altijd zo leuk vind aan dit soort briefjes, is het feit dat je op heel veel plekken in een game komt waar je normaal gesproken nooit zou komen of zou kijken, zeg maar. Normaal zou je er gewoon keihard voorbij rennen. En nu kan je dat soort dingen allemaal checken. Dat vind ik altijd leuk. Ga je vanavond dan ook livestreamen? Nou, als ik het nu niet red in deze livestream, als ik nu de trofee niet haal, oftewel de platinum, dan moet ik wel vanavond verder, want ik wil natuurlijk gewoon vandaag die platinum hebben. En waarschijnlijk ga ik vanavond verder met Far Cry 3. Dus Far Cry 4 heb ik al platinum. Vast zeker weten mensen dat nog wel van de video. Maar Far Cry 3 heb ik ook al bijna, dus ja, die kan ik dan ook gaan doen. Even kijken waar het briefje is. Of het bij hem boven is, of die beneden. Ik gok dat het hier ergens beneden is, dat ik het gewoon niet heb gezien misschien terwijl ik aan het spelen was. Oké, hier is niks. Nope. Geen mensen. Geen briefjes. Zal het hier zijn dan? Hey, laten we naar binnen. Game. Ja. Dit is gewoon zeg maar je safe house. Maar ik zie geen briefjes hier hoor, jongens. Die man kijkt me ook zo stom aan. Zo van, ja, er zijn helemaal geen briefjes hier. Het gaat over briefje 26, toch? 26 hadden we net opgepakt. Het gaat om, even kijken, 24, 25 en 23. 24, 25 en 23. 24 heb ik gewoon nog niet. 25 en 23 wel. Dus dat betekent dat 24 ik gewoon nog niet heb. Dan moet ik echt even kijken waar die dan precies ligt. Want die guide laat het natuurlijk ook gewoon zien. Maar ik wil ze wel zelf zoeken. Ik wilde alleen de locaties weten. Maar waar moet het dan precies liggen? Ik heb nu echt al 100 keer op kruisje gedrukt. Dus dan zou je zeg maar... Oh, je moet met die man praten voor een briefje, of niet? Fucking vreemd. Als het goed is, heb ik ze al lang met ze allemaal gepraat. Aha, je moet daar met een sidequest heen gaan. En als je dan met een sidequest bent, yes, je game vorige stream trouwens gemist, ga je die uploaden op YouTube? Ik weet niet of ik hem ga uploaden op YouTube, anders kan je hem gewoon terugkijken natuurlijk. Ik weet niet zeker, ik moet even kijken in die... in die Twitch stream als ik hem ga terugkijken of het een beetje leuke kwaliteit is, anders upload ik hem niet. Hier is het, hier moet het dan zijn. Ik hoop dan dat ik dat gebouw in kan waar ik nu heen moet. Voor briefje 24. Ook nog platinum in video van de order incoming, ja, tuurlijk. Rocket League is nu aan het uploaden.
Dus die staat vanavond online, kunnen jullie vanavond zien. Dat is de video van Rocket League. En de Order komt er ook aan. En daarna komt dus deze video helemaal een soort compilatie van de meeste trophies van Dying Light. Dus dat is best wel cool. Alle platinums die ik haal, daar zal ik een video van maken. En dit resulteert dus alweer in platinum 34. Pittig, trots. Pittig veel. Voor een Nederlandse hunter. Oh, die man had gewoon een bom op zijn rug of zo. Fuck. Als ik hier zo rondren en ik zie die zombies drammen, dan kan ik ook echt niet wachten op... hoe heet het? Dead Island 2. Daar ben ik ook echt benieuwd naar. Vast en zeker ook wel platinum halen voor die game. Kijk, hier kan ik niet heen. Nope. Oké, dit is dat gebouw als het goed is. En ik weet nog niet of je er alleen naar binnen kan door middel van de... van de sidequest. Dat ik er zo ook nog naar binnen kan. Dat zit dicht, jammer. Ja, het is een beetje vreemd een chat zonder andere kijkers. Het is misschien nog gewoon een gek tijdstip waarop ik livestream. Want gisteravond om middernacht hadden we nog meer kijkers, bij wijze van spreken. Delen werkt altijd. Wow. Nou, nice. Goed vastgepakt. Hé, hey, daar is Robbezis. Boom. Oké, hopelijk is hier een briefje. Anders ga ik wel even kijken waar die exacte locatie is. Ja, ik moet op het dakje zijn. Oké. Ik stond er volgens mij al de hele tijd nu heel dichtbij. Dat is hem als het goed is. Ik hoop het hoor. Yay, briefje 24. Fuck yeah. Gelukkig. Er is nog iemand bij in de chat. Forums. Hallo. Welkom knul. Welkom bij deze streampie. Streepje van de collectibles. Oké, we hebben dus nu ook 24 opgepakt. Dan gaan we verder met 25. Even kijken welke ik nog wel en niet heb. 24 opgepakt. 25 heb ik. 23 heb ik. Briefje 2 heb ik die. Briefje 2 heb ik nog niet. Dus daar gaan we dan nu heen. Welke locatie is dat? Helemaal in het noorden. Oké. Gaan we even kijken. Helemaal hier. Moeten we waarschijnlijk de tunnel in. Spannend. Oh, dat is best wel een nice afsprong trouwens. Even een Spotify afspeellijstje maken voor wat achtergrondmuziek. Heb je dat tegen mij of ga je dat zelf doen? Want bij een game als deze, bij streampjes als deze, komt er geen achtergrondmuziek, knul. Het is geen League of Legends ofzo. En dat is helemaal geen Call of Duty streampie. Er hoeft echt geen achtergrondmuziek bij dit soort games. Tenminste, dat is mijn mening. Het is hetzelfde als dat ik commentaries ga maken met een muziekje erbij van een let's play of zo. Dat klopt ook niet. Yo guys, welkom bij vette cutscene. Muziekje op de achtergrond. Maar goed, het kan ook zijn dat ik te snel oordeel dat je het gewoon over jezelf had hoor. Lol. Ja, Minecraft. Dat is echt een vet originele game. Ik wil dat spelen. Nog geen één YouTuber heeft het trouwens gedaan hoor, in het Nederlands. Ik ben gewoon vet uniek als ik dat doe. Haha, oké, Rob. Je gaat het wel doen. Mooi. Ik wilde al gaan schelden.
grapje. Oké, hier moet ergens een briefje zijn, jongens. In de tunnels. Ik kan beter meteen naar de exacte locatie kijken, anders zoek ik me weer dood voor een fucking briefje. Wow, 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 is hier een zombie? Serieus? What the fuck? Flikker op. Wow, wat doen jullie hier allemaal? Ga weg! Flikker op! Hele fucking tunnel. Vol met zombies. Flikker op. Ouch. Blijft dit doorgaan? Serieus? Tering veel, man. Zo mooi. Nou heb ik er best wel veel neer. Gaan we even kijken waar die nou precies is, die locatie. Ik zei, ik ben de eerste YouTuber in Nederland die dat gaat uploaden, zei ik. Ik zei niet dat ik het nog nooit had gedaan. Hoor! Oh, jongens, deze guide stuurt me weer de verkeerde kant op, want hij liet zien dat je hier de sidequest kan oppakken. Wat betekent dat we gewoon naar die school toe moeten. Of die supermarkt bedoel ik. Kijk, je kon met deze guy praten, dat klopt. Hij is nu weg hier. Dat hebben jullie als het goed is ook in de Road to Platinum part gezien. Even kieken, dan moeten we naar de school toe. Waar is die school ook weer? Onder die safe houses. Hier is de school. Is vrij dichtbij nog. Ja, we zullen nu wel weer door het hele land rennen. Hele land voor die briefjes. Waarschijnlijk maak ik hem vanavond sowieso af. Want waarschijnlijk maak ik nu de briefjesstream af. Die doe ik dan. En dan moeten we dus ook nog de strijdersdagboeken hebben. En de voicemails. Dus dat doe ik dan waarschijnlijk vanavond. Io speaking. Just wanted to remind you to not be playing heroes in the dark, huh? Get back here or find a safe house. You've got about 1 hour. Oké, we zijn alweer bijna bij de supermarkt. Briefje stream. Wow. Huh? Het zat daar gewoon tussen. What the fuck? Zat het gewoon serieus aan de deur? Holy shit. Ik dacht ik moet helemaal naar binnen zoeken en shit. Het zit gewoon aan de deur. Oké, prima. Volgende. Briefje 12. Even kijken of ik die heb. Even kijken, briefje 12 heb ik al. Briefje 10 heb ik ook al. Briefje 9. Briefje 9 heb ik ook al. Briefje 8. Briefje 8 heb ik nog niet, dus daar gaan we even kijken. Gisteren heb ik deze quest gedaan. In de Red Flowers Café en Bar, daar moeten we heen.
En dan is hier ergens een briefje, toch alsnog. Met die guys waar ik gisteren mee aan het streamen was. Die zeiden, nee, er is geen briefje meer hoor. Maar er is dus toch nog ergens een briefje. Hier op tafel ligt hij gewoon. Briefie 8. Dus dat moet hier ergens zijn. Even kijken. Als het goed is, is het daar. Ik ga er wel gewoon sowieso heen. Fucking heen en weer gerennen in die kutstad. Maar goed, 6 kijkers at the moment. Welkom allemaal. Stream kan je sowieso terugkijken op het moment dat ik hem upload. En wat we eigenlijk aan het doen zijn is alle collectibles van Dying Light. Allemaal Road to Platinums. So much Road to Platinums, jongens. Tot hoe laat ga je streamen? Nou ja, dat zei ik dus net. Ik weet niet, je tuned waarschijnlijk net in. Welkom. Ik ga zeg maar eerst de briefjes doen. En daar moeten we er nog een paar van. Als ik die briefjes dan heb en ik moet straks weg bijvoorbeeld of ik moet eten. Dan moet ik ook nog voicemails en strijdersdagboeken hebben. En die strijdersdagboeken die kan ik dan altijd nog vanavond doen samen met de voicemails. En dan popt die na het eten op. Dus dan moet ik zeg maar gewoon nog een keer streamen. Dus het is simpelweg eigenlijk tot hoe ver ik kom en dan stream ik vanavond verder. Ik doe sowieso een break tussendoor. Waarschijnlijk na de notities doe ik een break, omdat ik dan ook een video moet publiceren. Want Rocket League is nu mijn Rocket League Platinum video, zeg maar. Die is nu aan het verwerken en aan het publiceren, et cetera. Dat soort dingen. Dus daar moet ik even een thumbnail voor maken, et cetera. En dan kunnen jullie vanavond ook weer kijken naar een Rocket League video van Platinum. Want het was Platinum 32 alweer. En die Order was 33 en Dying Light wordt 34. Dus damn, kijk, daar zijn we hoor. Ik ben gewoon in één keer goed gegaan, wow. Red Flowers Café en Bar. Daar moeten we zijn. En dan kan ik hier niet meer naar binnen. Ik hoop toch wel op een andere manier, vast en zeker wel via dit. Ja, oké. Nou, dan zijn we er vrijwel in één keer, want hier is hij. Briefje 2. Mooi. Alright, eventjes een slokje drinken en dan gaan we kijken, want briefje 2 hebben we nu gedaan. Tuurlijk ga ik andere games streamen ook nog, want als Dying Light Platinum heb, dan zal ik dit niet meer spelen. Dan is het Platinum 34, ga ik deze game niet meer streamen. Dan komen er natuurlijk weer andere games die ik zal streamen. En Platinum zal gaan halen. Dus het is maar natuurlijk een hele logische ja. Waarom zou ik geen andere game streamen, hè? Oké, even kijken. We hebben dus nu notitie 2 opgepakt. Even kijken, 12 heb ik. Of nee, we hebben nu notitie 8 hebben we opgepakt. Even kijken of we 6 hebben. 6 heb ik ook nog niet. Dus daar gaan we ook even naar kijken. Wauw, deze is ook alweer van een sidequest. Voor briefje 6 moeten we waarschijnlijk... Ik zal sowieso even slapen straks, want ik heb geen zin in de nacht. Moeten we sowieso terug naar de standaard tower, zeg maar. Even kijken of je hier ergens ligt. In de tower moeten we dan een paar verdiepingen omhoog. En daar moet dan ergens een briefje zijn, als het goed is. Of juist niet. Even goed verder kijken, hoor. Hij stuurt me naar de pawn shop voor die side quest. En die pawn shop is ook in deze wijk, dus dat is wel mooi. En dan moet ergens een briefje zijn, blijkbaar. Ja hoor, holy shit. Ik heb dat briefje gewoon compleet overgeslagen, wat ook best logisch is. Want hij zit echt op een rare plek. Hier is die pawn shop ergens. In ieder geval in de buurt. Ik zal even kijken of er een safe house in de buurt is. Eerst naar de safe house. Maak het eerst even dag.
In de nacht hier rondrennen heb ik nu echt geen zin in. Ik ben sowieso max level, dus dat is nergens voor nodig. Wow, wat zit hij te doen? Ah, hij zit hier gewoon te chillen ook. Yo! Nou, even slapen, want ik wil dat het ochtend wordt. Ik heb zo'n nummer gebruikt in mijn Rocket League video. Dat is zo vet dat ik het nu de hele tijd in mijn hoofd heb. Oké, gaan we weer weg hier. En dan gaan we even naar de pawn shop. Die moet hier ergens zijn. En er was dus ergens in het verhaal kwam ik zo'n guy tegen. En die gozer had zijn zoontje gekidnapt. En zijn moeder die was helemaal in paniek, want die zei, die vader is niet goed bij zijn hoofd en hij heeft een pistool en hij gaat hem kwaad doen, et cetera. En dat ik dus een afspraak gemaakt met die man, dat ik de sleutels kreeg van zijn shop. En die heb ik ook. En kijk eens waar het briefje is. Achter de deur. Briefje 6. Ik had dit dus gewoon kunnen weten. Kijk, hier liggen allemaal hulpmiddelen, zeg maar. Het lag hier echt helemaal vol met dingen die ik best wel goed kon gebruiken. Maar ik heb dus dat briefje over het hoofd gezien opeens. Nou goed, het zal wel. Dan gaan we kijken bij mijn inventaris. Dan openen we dit schermpje. En dan gaan we kijken. Briefje 6 zojuist opgepakt. Kijken of ik 7 al heb. 7 heb ik al. Kijken of ik 22 heb. 22 heb ik ook. Kijken of ik 11 heb. 11 heb ik ook. Briefje 5 heb ik die. Die heb ik ook. Dus het gaat lekker zo. Briefje 4... Briefje 4, die heb ik nog niet. En dat is het laatste briefje van deze pagina, zie ik. Dus op die manier zijn we het nu al aan het afronden. En hebben we 49 van de 67 items verzameld. Dus briefje 4 is de laatste van deze pagina. En daar gaan we nu heen. Ik ben benieuwd. Het is ook niet van een sidequest, dus dat is mooi. Het is gewoon een plek in de wereld. Waar ik in één keer heen kan zonder een sidequest locatie af te hoeven gaan. En dat is hier in de buurt, vlak bij de tower. Hier moet het zijn. Nou, ik ga gewoon op zoek en we zien het wel. Het is ook niet zo ver, want ik heb natuurlijk gewoon die grijphaak. Dus ik ben best wel snel van punt A naar B in deze wereld. En we zijn natuurlijk nu alles van de slums aan het doen, hè. Want je hebt ook nog die oude stad, dat tweede gedeelte. Waar gisteren iemand in de stream vroeg of ik daar nog naar terug kon. Nou ja, nu zijn we hier. De slums kan je gewoon altijd nog heen. Je kan telkens gewoon switchen tussen beide gebieden via de tower. Dus dat is ook wel cool. Ik ben benieuwd waar die andere... Of waar de volgende is. Want het is echt op zulke logische plekken dat ik echt denk... Ja, ik ben er blijkbaar gewoon voorbij gerend. Net ook. Echt op plekken waar ik gewoon al zo vaak ben geweest. En dat het gewoon in een prikbord zit geprikt waar ik het net niet zie. Hier ben ik nog nooit geweest. Het is gewoon een muur van alle slachtoffers. Ik heb deze muur überhaupt nog nooit gezien. Omdat die achter de deur staat. What the fuck? Ik heb deze muur nog nooit gezien. Daar worden alle slachtoffers herdacht. Er hangen foto's, er branden kaarsjes. En daar staat ook een briefje. Briefje 4. Of ik deze game als zombie heb gestreamd. Nee, dat niet. Be the zombie vind ik... Ik weet niet, ik heb het niet zo met die game mode. Maar goed, ik vind het wel vet hoor, maar... Gewoon, ja, prima. Valt wel mee hoe cool ik het vind eigenlijk. Oké, nou moeten we naar de Old Town. Dus dit was het laatste briefje van de slums, zeg maar. Dus we moeten nu alweer naar de Old Town. En dan hebben we inmiddels 7 à 8 kijkers. Moeten we naar de Old Town en weet ik niet of ik... de strijdersdagboeken in dezelfde stream gaan redden. Dus waarschijnlijk wordt dat toch vanavond. Ik maak gewoon deze even af. Dan stop ik het streampje. Dan was het weer een uur stream, zeg maar, erbij. Weer eentje. Nu heb ik opeens vet veel gestreamd de afgelopen dagen.
Even kijken hoor, dit worden de laatste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De laatste 8, waarvan ik er waarschijnlijk ook al een paar al gewoon heb. Maar dat weet ik niet zeker natuurlijk. Nou, daar zijn we hoor, in de Old Town. Gaan we even dan meteen naar het overzicht. Ga ik kijken of ik briefje 30 heb. Heb ik briefje 30? Briefje 28, 29, 30 heb ik nog niet. Dus meteen de eerste heb ik al niet. En dat is blijkbaar... Even kijken... Heel dichtbij. Of niet? Ja, volgens mij is het heel dichtbij. Het is vlakbij dit gebied. Bij zo'n hoek. Ja, dit is het. Hier is het. Daar moet briefje 30 zijn. Ben benieuwd. Briefje 30. Als we bij briefje 30 zijn aangekomen, neem ik nog even een slokje water. Want ik heb dorst als een ziekte als ik praat de hele tijd. Praten, we krijgen een droog keeltje. Een droge keelpijp. Ja, ik weet niet. Ik vind allebei de gebieden wel mooi. Maar toch heb ik ook inderdaad meer met de slums. Als ik in de slums speel, dan vind ik het leuker of zo. Ik weet niet. Dit verveelt sneller, laten we het zo zeggen. En waarom? Geen flauw idee. Dat gevoel heb ik gewoon. Verveelt sneller. Touw, oké. Lekker drinken. Hey, hier is een activity. Ah, het is altijd hetzelfde liedje. Altijd dezelfde activities ook. Ik ben hier gisteren echt al 100 keer langs gerend. En waarschijnlijk ook al 100 keer langs dit briefje gerend, of niet? Ja, hier ligt het briefje. Briefje 30. Op het dak gewoon. Ik ben er al 100 keer voorbij gerend. En hier ligt er nog een. Briefje 31. Wow. Gewoon zonder guide. Ik denk, ik zoek even. Gewoon twee briefjes achter elkaar. Briefje 30 en 31. Oké. Okay. Dan gaan we nu naar 32. Misschien heb ik die al hoor. Laten we even het overzicht bekijken. Heb ik... Even kijken. Briefje 30, 31, 32 heb ik nog niet. Die is in hetzelfde gebied. Even kijken... Aha, in hetzelfde gebied. Hier is, als het goed is, ergens een guy. Ah, hier ligt hij gewoon, kijk. Briefje 32. Zoveel achter elkaar. Nou, zo gaat het op zich best snel. Hoor die klote zombies eens. Vet. Oké, dan gaan we weer naar het overzicht. En even kijken, briefje... Ik heb nu alle briefjes volgens mij. Ja, ik heb alle briefjes. Even goed kijken hoor. ...29 heb ik... ...27 heb ik... ...28 heb ik... ...33 heb ik... ...en 34 heb ik. Mooi! Ik heb alle briefjes. De volgende die komen zijn de strijddagboeken. En die maken we dan even kijken wel meteen af in Old Town. Dat zijn er nog maar 4 namelijk. Er zijn er veel meer in de slums en in de sewers. Dus zelfs nog in de sewers, hè jongens. Ik hoop trouwens dat ik Battle Journal 11 heb. Ja, ik heb Battle Journal 11. Dan hoef ik dus niet de sewers in. Godzijdank. Klinkt vet dom trouwens. Oh damn, 46 minuten te laat. Ja, je kan hem altijd nog terugkijken gewoon, Robbie. En ik ga vanavond ook nog verder streamen, want ik ben nog lang niet klaar. Er is nog... Of nou ja, nog lang niet klaar. Ik ben er nu al bijna, zie ik. Wow, holy shit.
Wie weet stream ik wel een andere game vanavond. Dan op een andere manier. Far Cry 3 of zo. Mijn platinum hunt in die game. Of zo. Maybe, yes, maybe no. 52 van de 67. We zijn heel close. Ik ga nu naar Battle Journal 13. Battle Journal 13 heb ik die. 11, 12, 13 heb ik nog niet. Die is in Old Town. En daar zijn we nu. Dus laten we dan maar gewoon maar kijken. Helemaal linksboven in de map. Bij een beetje zeewier. Linksboven in de map bij een beetje zeewier. Hier dus. Hier moet hij zijn. What the fuck? Ik sta... Oh nee, ik sta helemaal... Wow, ik sta helemaal niet dichtbij. Kut. Ik dacht, zo, ik sta dichtbij. Ik dacht het niet, knul. Rennen wordt dat... Rennen voor de lijf. Oh, en ik ben hier gisteren al zoveel geweest in die gore Old Town. Ik ben hier zoveel geweest voor één kut trofee. Ik moest op zoek naar al die manschappen van Raiders die onschuldige mensen aan het trappen waren. Damn, wat was dat een kut trofee, hè? Moest ik 15 keer doen en dat was een geglitched trophy. Oftewel, ik heb daar echt uren aan besteed om fucking 15 keer hetzelfde random event te vinden. Wat zo zeldzaam spant. Het was echt kut. Daardoor heb ik een nog grotere hekel aan die... aan dit gedeelte van de stad. Wow, wow, wat was dat raketlancering, man? Echt een lancering gewoon. Oh, deze kan ik pakken. Zo close met platinum, jongens. Ik ben zo benieuwd. Platinum 34 Dying Light is best wel een heftige platinum. Want niet veel mensen hebben deze platinum. Heel veel mensen slaan hem over, want je moet echt fucking kut dingen doen. Dingen doen. Maar omdat ik zoveel al heb gespeeld deze game, dacht ik, weet je wat? Ik ben een trophy hunter. Ik ga het gewoon doen. Ik heb vakantie. Hey, platinum hunt. En het is gewoon alweer 34 nu. Het is toch ongelooflijk? Dan heb ik 4 platinums in een week tijd. Tering. Zo, hé, wat een fucking run naar de linkerkant van de map, hé. We zijn er wel bijna nu. Hé, is gewoon een duif dood. What the fuck? Dat heb ik nog nooit gezien. En daar had ik nog een vlaggetje opgepakt. Of is dit een andere antenne? Dit is een andere antenne. Kijk. Ik wilde net zeggen, gisteren was ik aan het spelen, ging ik zo'n vlaggetje oppakken van een antenne. En nou heb ik er weer een. Even kijken, ik heb nu 11 van de 30 vlaggen. Dus kun je nagaan, op elke piek die je ziet in deze stad zijn blijkbaar nog vlaggetjes. Het staat altijd op hoge plekken in de stad. En de nieuwe kijker, Redax53, zegt... Yo, Denna, hoi knul. Hallo, hoe is het met jou? Met mij gaat het niet goed. Hier moeten we heen, hè? Ja. En dan moet ik ergens zoeken naar een... Oh, fuck, ik... Ah. Kut. Kut met perren. Ah, lekker veel drinken tijdens het streampie. Ik hoop dat we in de buurt zijn, anders ga ik krijsen, joh, als een van de motherfucker. Krijsen. Ja, we zijn in de buurt. Heel erg in de buurt zelfs. Dan ga ik het nu wel even rustig aanpakken. Dan ga ik wel gewoon via de grond of zo. Doet hij gewoon weer, wat is dit voor joch? Die grijphaan glitcht als de motherfucker. Ja, peer in je kut, alweer. Godverdomme. Ik zei nog, ja, ik ga via de grond. Oh, gaat hij de deur dicht doen terwijl ik naar buiten wil? Nou, dan maar zo, hé. Jezus. Hoe moeilijk kan het leven zijn? Oh, nou heb ik mezelf weer ingesloten. Moet ik weer via het dak? Kan toch niet, man? Nu gewoon op het lampje. Huppakee. Zie je, het kan allemaal wel. Zo moeilijk is het leven niet.
Crane is af en toe gewoon een volledige mogol. Oké, hier ergens moet die zijn. We zijn er bijna, jongen. Even kijken. Hier ergens. Maar dat is best nog wel een groot gebied. Dus misschien is het slim om meteen eventjes... Oh, wacht. Volg even. Dit wil ik gewoon even doen, jongens. Eerst ben ik wel jouw koppie. Komen jullie volgen? Hallo, volg. Volg. Volg mij. Kom. Kom naar de afgrond. Kom naar de afgrond, ik wil jullie erin gooien. Wow, het is best wel mooi hier. Er vallen ze nog in een, watervalletje ook. Het is gewoon eervol. Gewoon eervol. Oh, die vrouw wilde zelf al. Ze liep gewoon rechtdoor. Ja, wat is dit nou? Hier, lanceren. Nou zie ik het niet eens. Campy. Ja, doei. Dus ben ik morgen nog bezig. Fucking geglitchte animatie. Giftige kosmos. Oké, hier is het ergens. Oh, ook gewoon echt in een tunnel. Ik ben hier echt nog nooit geweest. Ja hoor, er is hier strijddagboekie. Dat is wel geinig. Echt zo'n tunneltje die ik gewoon nog nooit had gespot. En dan haal je er nu een collectible uit. Wat op zich best logisch is als je er nog nooit bent geweest. Hè. Ja, maar goed. Dit soort plekken dus. Dit is precies wat ik bedoel. Met collectibles kom je altijd op plekken waar je normaal gesproken echt nog nooit bent geweest. Dat vind ik altijd wel geinig. Nou goed, deze hebben we opgepakt. Strijddagboek 13 was dat. Even kijken. Dan moeten we naar 14. Heb ik 14 opgepakt? 14 heb ik ook nog niet opgepakt. Dat is waar ik net was. Godverdomme. Misschien beter eerder daarheen kunnen gaan. Maar goed. Maakt ook niet uit hoor. Maakt ook niet uit. Hier is die strijddagboekie. Ja. En dan ga ik ook maar meteen even kijken waar ik dan daadwerkelijk heen moet in die guide. Voordat ik weer ergens op een gebouw sta terwijl ik erin moet zijn. Of andersom. Het zijn ook echt te veel collectibles om het gewoon legit te doen. Om het gewoon allemaal zelf te zoeken. Dat zou echt belachelijk zijn. Iemand hier die gek wilt worden. Wat wordt daar nou weer mee bedoeld, malle Robbie? Wat lijkt het me super saai om een zombie te zijn in dit grasveld. Jezus. Maar echt dag na dag na dag staan ze maar in die bloedhete zon een beetje te staan. Hier met een zombie in Turkije. Oeh, kijk maar gaan. Oh nee, ik ga daar niet eens aan beginnen wat je allemaal zegt. Fuck off, als ik die naam alleen al hoor heb ik eet. Goed zo. Strijddagboekie 14. Ben benieuwd. Oh, fuck off. Zombie. Nee, gaat die liggen op de grond? Er zit een hele groep zombies. Ik ga even naast ze liggen, denk Crane. Malle knul. Tum, tererunem, tererunem, tum. Weet je, ik ben benieuwd wat jullie straks van de Rocket League video vinden. Ik ben echt trots op. Lekker veel editwerk zit erin. Het is gewoon een vette video geworden. Ik hoop dat jullie hem vet gaan vinden, jongens. Ik vind hem zelf wel echt vet geworden. Platinum 32 was het voor me. Dat was echt een... Wow, what the fuck, motherfucker. Ga even lekker in je eigen kast staan. Komt hij precies in mijn huis in mijn kast staan? Klootzak. Maar goed, die Rocket League video komt dus straks online. Oké, hier moet het ergens zijn. Maar waar? Misschien een slagje hoger nog. Ja, hier is het.
Strijddagboek 14. Maar waarom heeft Doomar Gamer zo'n zieke tik dan? Dat hij gewoon zo belachelijk snel praat wat niemand leuk vindt. Waarom doet hij dat? Even kijken. Strijddagboek 14, dan moeten we dus nu naar 15, neem ik aan. Ja hoor, 15 en 16. Waar is 15? Oké. Okay. Hier moet het wel zijn, denk ik. Ja, sowieso dat het daar moet zijn. Hier is het. En dan... Aha, ik snap het. Het is bij zo'n workshop, zeg maar. Maar precies op zo'n pleintje... waar er altijd van die guys aan het vechten zijn. Gaat hij gewoon weer dood. Wat een kreng. Dun, 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 dun. Oké, we zijn er bijna. Ja hoor. Snel hierheen, snel hierheen, snel hierheen, snel hierheen. Voordat er iemand komt en iets stenen naar me gooit of zo. Dat wil ik niet. Ik heb geen zin in stenen. Schiet op, schiet op. Ja, ik ben er. Oké, hier is ergens een strijddagboek. Daar ligt hij. Ik zat er al te schuilen. Strijddagboek 15 alweer. Dan gaan we nu naar 16, want die had ik ook nog niet, als het goed is. Of dit moet 16 zijn. Dat weet ik natuurlijk niet uit mijn hoofd. Even kijken. Is dit strijddagboek 16? Het is de Marvin Zucker epiloog of zo. Nou, we gaan er wel gewoon heen en dan zien we wel of ik hem al heb. Oh ja, ik heb hem al. De Marvin Zucker's Battle Journal. Oké, deze heb ik dus ook. En dan... de voicemails. De voicemails, even kijken... van Old Town. We hebben Old Town in ieder geval achter de rug. En dan gaan we vanavond nog de laatste collectibles doen in de slums. Dat klinkt als een goede planning. Gaat die beest rot op, rot op, lekker hoor, we hebben het gehaald. Oké. Ben jij iets op internet aan het doen? Downloaden? Oh, dat is het waarschijnlijk. Ik ben bekabeld aan het streamen, maar ik kan nu mijn video niet eens zien. Omdat de wifi gewoon uitvalt, zo zwak is hij. Ik ben en aan het uploaden ook op wifi. Dat moet toch moeten kunnen? Niet op wifi? Ik heb nog op wifi. Als het kan met 2 gig. Nou ja, ik heb even kijken. Nou, ik heb nu geen... Nou, ik ga wel een verbinding maken. Nog een keer dan. Daan Baasman, welkom in de stream, knul. Hey, hier zit een man. Wow, wow, even vechten met mij. Hier, bup. Neus gebroken. Oké, nu zit ik weer op site. Kom als het goed is.
Hopelijk werkt de internet weer. Hey, hey! Ah, zo'n vlekje daar staan, jongens. Goed zo. Ja, hij werkt weer. Hij doet het weer. Oké, de voicemail locations van Oldtown. What the fuck? Alle voicemail locations zijn in Oldtown. Niks is in de slums. Wow, nou dan gaan we wel even naar het overzicht kijken. Voicemail 1 heb ik al niet. Oké, we gaan wel eerst gewoon bovenaan beginnen. Voicemail 11. Heb ik voicemail 11? Voicemail 11 heb ik niet. Dan gaan we daar meteen heen. Onder in de map. Oké. Onder in de map. 13 kijkers. Dat klinkt lekker. Lekker hoor. Lekker 13 kijkers. Oh, leuk. We zijn al best wel close. Pittig close. So close to you right now. It's a force field. Welkom bij Zingen met Denzel. Den, na slechte internetverbinding en co. Hou eens even gouden giecheltje. Dat is niet waar. Nee, het is gewoon mijn wifi die uitviel omdat Julia een video zat te streamen. Een serie, zeg maar, zat te streamen. Ik ben aan het uploaden op dezelfde wifi kanaal omdat ik nu aan het streamen ben, bekabeld. En ik speel filmpjes af op die wifi, dus die had er eventjes geen zin meer in die wifi. Het is niet dat ik slecht internet heb, want ik heb juist nu verteld dat ik 500-500 heb. Dat is niet bepaald slecht, zeg maar. Oké, hier is ergens een voicemail. Een voicemail van een chickie. Chicky ook echt opeens. Waar is de voicemail? Is het gewoon deze? Nee toch? Wacht, ik ga wel even gewoon kijken, want dat klopt niet. Voicemail 11. Ik heb voicemail 11 nog niet en ik sta nu voor een voicemail die ik blijkbaar opeens wel heb. Kijk, het is op de grond. Is het serieus in dezelfde workshop als waar ik net stond? Fucking kidding me? Nee, toch? Nee, ik dacht al. Het is een andere workshop. Oké, ik snap hem al. Hij is in ieder geval wel hier in de buurt, maar hij is op de grond. Hij is niet... Kijk, hier is hij. Hier is hij niet, lol. Oh, hier is hij wel. Denna, rustig. Je tript hem. Nou, daar is de voice hoor. En dan wil hij ook nog wel leuk doen. Hoi meneer. Doei meneer. Gast had peukjes bij hem. Wat gevaarlijk. Je hebt een gasfles op je rug. Ga je peukjes roken? Is dat niet de bedoeling? Nou, er is hij hoor. Voicemail 11. Joepie de poepie. Voicemail 11. Yes. Voor de rest is hier niks meer, toch? Nee. Nee, ik ga dit allemaal niet meer openen. Ik heb ook gewoon... Ik heb scheid. Ik heb scheid. Ik open het niet eens meer. Dat is toch gewoon stoer? Dat ik het gewoon niet meer open. Oké. Voicemail 11 hebben we nu. Dan gaan we verder kijken. Voicemail 7. Heb ik die al? Voicemail 7 heb ik al. Voicemail 2. Heb ik voicemail 2? Voicemail 2 heb ik. Voicemail 8. Hebben we voicemail 8? Voicemail 8 hebben we nog niet. Dan gaan we daarmee kijken. Welke locatie is die? Vlak bij de wier. Oh, in dezelfde vierkant waar we nu staan ongeveer. Dus ongeveer hier. En dan is hij ergens on the ground of zo. Ja, hij is bij de Madison gebouwtje. Bij de Madison gebouwtje. Nou, dan gaan we daarheen, naar het Madison gebouwtje. Ook allemaal plekjes waar ik gewoon nog nooit ben geweest. Want ik ren altijd maar over daken hier. Ik ben altijd een freerunner. En al die grotten en ja, winkeltjes heb ik eigenlijk nog niet echt veel bezocht. Gaat zeer soepel dit met al die prikkeldraad. Daar is hij. Daar moeten we heen. Kijk, daar is hij. Voicemail 8 als het goed is. Of 7, wat is het? 8. Mooi.
Kijk, dit is altijd mooi natuurlijk, een beetje van die medicine mee. Dat hebben we altijd nodig ook. Kijk, EHBO-doosje in de koelkast, altijd fijn. Weet je, stel ik me zwaar gewond, wil ik natuurlijk altijd wel een EHBO-doos uit de koelkast. Hè? Warme EHBO-doos, dat doe ik niet aan. Oké. Okay. Gaan we weer terug, verder kijken. We hebben nu voicemail 8, hebben we. En nu gaan we verder kijken. Na voicemail 8 komt 6, hebben we 6. 6 hebben we ook nog niet, dus 5 en 6 hebben we nog niet. Nou, kijken waar 6 is. 6 is vlakbij dat vierkant. Hierboven gewoon is het. Nou, dan gaan we dus gewoon nu even heen rennen zonder op die guy te kijken. Gewoon even kijken of we hem uit onszelf kunnen vinden. Komen ze weer achter me aangerend, die knullen. Klootzakken. Altijd met zoveel ook. Gaan ze er door dood? Ja hoor, lekker. Oké, ik hoop dat ik hem vind zonder überhaupt op die guide te hebben gekeken. Hij zal hier ergens moeten zijn. Is hier ergens een voor... Wow! Oh, dat vond ik echt van. Flikker even op, jij. Oké, er kan hier ergens een voicemail zijn. Maar het probleem is dat natuurlijk zo'n gebouw... heeft altijd meerdere verdiepingen. Dus als hij hier niet ligt... dan kan hij net zo goed gewoon een paar verdiepingen beneden zijn. Wat ik eerder gok. Waarschijnlijk is hij hier. Ja, precies. Je zou alles maar moeten vinden zonder een guide. Dat is ook niet te doen. Dat slaat nergens op. Echt niet. Want deze mensen ook, die ik... ik volg altijd speciale trophy guide mensen. Die hebben ook echt contact met de developers, weet je wel. Als er echt gewoon een plek niet wordt gevonden, dan moet dat gewoon verteld worden. Anders zijn er dingen gewoon onmogelijk. Dus die trophy guides hebben altijd wel een beetje contact over alles. En kunnen uiteindelijk wel alles achterhalen. Dat als een speler echt ergens vast zit, dan moet het wel gewoon gehaald kunnen worden. Je gaat echt niet als speler, als je deze trofee wil halen, al die bijna 70 collectibles in deze hele wereld zelf vinden. Gewoon legit, dat gaat hem echt niet worden. Ja, ik wil net zeggen, waarom gaat deze niet open? Doe eens even normaal, man. Maar het ziet er nou uit alsof hier helemaal niks is. Een giveaway gewonnen. Wow, wat cool. Wow, weer zo'n ding binnen. Klik erop. Was hij gewoon hier? Wat? Ja, ik zoek naar een telefoon en die... What the fuck? Juist. Het zal wel. Nou, even verder kijken. Voicemail 6 net opgepakt als het goed is. Dan gaan we nu van 6 naar 12, want die is blijkbaar het dichtstbijzijnd. Dan moet ik even kijken. 12 heb ik al, dus daar hoef ik al niet heen. Dan gaan we kijken naar 1. Heb ik voicemail 1? Voicemail 1 heb ik ook nog niet. Die is blijkbaar ook in de buurt van waar we zijn. En dan moet ik hierheen. Even goed kijken. Dit is het waarschijnlijk. Dit is het al, ja. Oké. Okay. Voicemail 1, die ik gewoon blijkbaar nog steeds niet heb verzameld. Ik ben benieuwd. Wow, dit is zo'n cool ding die ik al heb gedaan, zie ik. Een postertje. De BOVAC poster, zoals het goed is.
Of Bo Zack? Boven. Ik weet ook niet hoe die guy heet. Oké, okay, hier is ergens een voicemail. Dat zal dus wel in het gebouw moeten zijn. Ik zie hier trouwens een speciale locatie. Nee, niet daarheen. Gaat hij zich weer laten vallen, knul. Oké, okay, hier is niks. Ook al is het een special location. Oké, okay, dan niet. Nou, hier is ergens een... voicemail. Zo cool. Die kistjes die zien er altijd zo geinig uit. Bozak, dat was het. Maar is die Bozak niet gewoon een... dat was toch Bozak Horde? Dat is toch een... DLC. Er was ook nog zo'n Chappie van Reyes en die hing overal posters op en dan moest je freerunnen en zo. En ik weet niet meer hoe hij heet. Ik had hem gisteren in elkaar gebeukt. Joepie, er is weer iemand aanwezig in de chat. Echt jongen, wat is dit voor kist, hé? Die had er echt geen zin in. Die developers die zaten aan te lachen in een vuistje. Deze gaat niemand openen, lol. Zelfs Den niet. Hehe, teringding. En dat allemaal voor één zakje. Even goed kijken hoor. Nergens hier een voicemail. Dat kan ik me nou echt niet voorstellen. Nergens een voicemail, vreemd. Dan hier binnen waarschijnlijk. Oké, okay, laten we maar gewoon kijken voordat het zeg maar... weer een uur duurt. Gewoon even kijken waar die dan precies is. Kijk, zie je? Daar gaan we al. Teringding. Ik haat dit soort collectibles echt. Is hij gewoon op de grond? Dat is toch ongelooflijk? Dat kan je lang zoeken. Ik wist niet dat ik hier naar binnen kom, man. Daar is hij, voicemail 1. Vind je het gek dat ik hem niet vind? Ik check nooit hier op de grond bij die lounge shit en zo. Ik ren altijd als een mongol over het dak. Ah, rennen voor zombies. Altijd hetzelfde liedje. En hangt hij gewoon... hangt hij ook echt? Voicemail is dan gewoon op de grond. Fuck off. Waarom überhaupt zoveel donkere mensen in Turkije zijn, dat vraag ik me nog steeds elke dag af als ik het speel. Maar goed, we gaan verder. Ik open hetzelfde schermpje weer. Dan hebben we een overzicht. Even kijken. Voicemail 1 heb ik opgepakt. 2 ook. 3 heb ik nog niet. 5 ook niet. Even kijken. We hebben dus nu 1 opgepakt. Heb ik 14? 14 heb ik al. 13? Heb ik 13? 13 heb ik ook. 3? Heb ik 3. 3 heb ik nog niet. Dan gaan we nu naar 3 toe. Vlak bij de paddenstoel. Even kijken. 3 vlak bij de paddenstoel. Hier is 3. Are you fucking kidding me dat ik nu zo'n event ga vinden wat ik zeg maar urenlang heb gezocht? Nou ja, we spelen het ook alweer een uur en vinden het nu pas. Ja hoor, het is zo'n event. Dit is zo'n event voor die trophy homo loopy ploopy papi poopy. Wat is dat een kut trofee zeg. Je moet dus dit soort onschuldige mensen bevrijden. Hier, daar is hij. En dit is dus de meest zeldzame event wat je tegenkomt in de game. Blijkbaar zijn ze nog niet dood. Ja, zie je?
Dit is zo zeldzaam dat we nu al 1 uur en 17 minuten spelen en er nu pas 1 zien. Nou, gelukkig, godzijdank, heb ik die trophy. Want dit moest dus 15 keer gebeuren. Maar goed, voicemail 3. Dat is waar naartoe we onderweg zijn. Jezus, het is wel druk met brommetjes en scootertjes. Hier in mijn wijk. God, zo, mijn raam staat open. Het is net of dezelfde man al 8 keer voorbij is gekomen. Ah, die jongen is aan het livestreamen. Dan kom ik wel even 8 keer langs zijn huis. Haha, lol. Ik ga gewoon meteen naar beneden. Ik heb van mijn fouten geleerd. Kijk, en hier is hij ook gewoon weer. Gewoon naar beneden. Wow, wow, wow. En ik checkte nooit daar beneden, hè. What? What the fuck gebeurde daar nou weer? Oké, vreemd wat daar gebeurde. Maar goed, we staan nu wel weer op een neutraal punt waar ik zeg maar kan checken en een overzicht kan houden van wat ik nog allemaal moet. Voicemail 5 moeten we nog. Voicemail 5 en 16. Dan gaan we daar naartoe op zoek. 16 is in het noordelijk gebied, zeg maar. Hier is 16. Even kijken bij deze hoek. Oké, hier moet 16 zijn. Kijk, dat snap ik niet. En nou werkt die grijphaak weer meer dan perfect. What the fuck is dat voor onmenselijke kracht, hé? Ik lanceer die dingen gewoon. Zombie ligt op de maan nu. Belachelijk. Gewoon, Robbie, wacht heel even nog 1 collectible. Daarna stop ik de stream. Ik stop namelijk gewoon de stream na deze 2, zeg maar. Dan heb ik de 2 voicemail... dingen opgepakt, de 2 laatste. We zoeken alleen nog naar 16 en 5 en dan stop ik de stream. Dus als je er nog bij kan zijn, zou schattig zijn. Then I love you, anders niet. Ja hoor, daar is hij. Voicemail 16. En nou moeten we naar voicemail 5. Ja, voicemail 5. Ben benieuwd waar die is. Hij is daar. Zo dichtbij ook. Zo close, mensen. En dan moeten we straks alleen nog maar de dagboeken doen in de slums. De dagboeken in de slums. En dan ga ik waarschijnlijk aan jullie vragen wat jullie willen dat ik verder livestream waarschijnlijk. Want dan heb ik dus al platinum 34 binnen. Ongelooflijk. Voicemail 5. Hij is binnen. We hebben dus nu alle voicemail dingen. Alle notities. En nu moeten we alleen nog maar de strijddagboeken in de slums. Dus als je kijkt, dan heb ik nu 62 van de 67. Ik moet er nog 5 en dan heb ik de trophy en de platinum. Super vet. We hebben nu alles gehaald. We moeten echt alleen nog maar de strijddagboeken van de slums. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En het leuk vonden deze stream. En er natuurlijk vanavond weer bij zijn als ik de laatste 5 strijddagboeken doe. De Platinum Trophy haal. Platinum 34 heb ik dan. En dan gaan we waarschijnlijk verder met een ander gamepje waarop op dat moment gefoot wordt. Dus thanks voor het kijken naar deze stream. Ik zie jullie snel weer, jongens. Vanavond dus. Wees erbij en deel het allemaal even op social media. Zal dat fijn zijn. Wat ook fijn is, is als jullie die nu allemaal kijken, even allemaal delen op social media.
maar mij volgen op social media. Want dat doet niet iedereen. Daarmee ben je eigenlijk altijd op de hoogte met wat ik nou precies doe, wat ik ga uploaden, waar ik mee bezig ben en wanneer ik ga livestreamen. Dus volg mij op social media, Facebook en Twitter staat sowieso allemaal op Twitch en ook op mijn kanaal. Dus laat dat duidelijk zijn. Thanks voor het kijken naar deze stream. En tot vanavond, jongens. Eet ze allemaal voor straks. En tjallas. En dat was mijn hond aan het einde van deze stream.